De treinbrand op rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht is onder controle en het gevaar voor de omgeving is geweken. Rond half negen vanochtend mochten de omwonenden van het terrein terug naar huis. Bewoners van tien woningen in de buurt van het rangeerterrein waren vrijdagavond gedwongen geëvacueerd omdat een treinwagon vol alcohol in brand stond. Het treinverkeer tussen Dordrecht en Rotterdam-Lombardije heeft de hele nacht stilgelegen. Sinds negen uur vanochtend rijden de treinen weer. Er zijn bij de brand geen gewonden gevallen en er zijn ook geen giftige stoffen in de lucht gekomen. Volgens de veiligheidsregio is de brand waarschijnlijk veroorzaakt doordat een andere trein er tegenaan is gebotst tijdens het rangeren. De brandweer heeft geprobeerd het vuur met schuim onder controle te krijgen, maar door de grote hitte van de brand lukte dat niet. Daarop besloot de brandweer het vuur gecontroleerd uit te laten branden. Dit zal nog tot het einde van de ochtend duren. De tankwagon zat vol met 65 ton pure ethanol. Dat is dezelfde soort alcohol die ook in drank zit. Bij het voormalige IMAX-theater aan de Schiedamse dijk in Rotterdam is het instortingsgevaar geweken. Wie vandaag van het centrum naar Rotterdam-Zuid wil kan gewoon de metro nemen. Station Leuverhaven, dat naast het deels ingestorte gebouw ligt, blijft wel voorlopig gesloten. De metros rijden er voorbij zonder te stoppen. Donderdag en vrijdag stortte het gebouw deels in, het openbaar vervoer raakte daardoor ernstig ontregeld.